Edwin, hoe gaat het met je en hoe zijn de afgelopen maanden voor jou geweest? Ja, op zich goed, maar je legt natuurlijk ook vaak je prestaties die op het veld dit jaar naar voren zijn gekomen. Zijn natuurlijk niet van het niveau van de jaren daarvoor. Dus ja, dan is het ook wat zwaarder op je werk. En op die manier neem je dat ook mee naar huis. En word je natuurlijk door je omgeving word je er ook wel door beïnvloed. Dus er zijn wel eens betere jaren geweest, moet ik zeggen. Er werd veel over Ajax gezegd en geschreven in de zoektocht naar een nieuwe technisch directeur. Sommigen vonden het ook een beetje te lang duren. Begrijp je dat? En hoe waren die afgelopen maanden voor jou? Nou, de afgelopen maanden waren zwaar. Dat de zoektocht er moest komen, inderdaad, was duidelijk. Een extern bureau ingeschakeld, die heeft een longlist gemaakt met een aantal criteria wat wij als Ajax zijn belangrijk vinden. Dat is attractief voetbal, aanvallend voetbal. Zorgen dat er kansen zijn voor jeugdspelers of door gescouten spelers, maar met name ook zorgen. De jeugdopleiding is voor ons het DNA van de club voor de future. Dus dat aspect moet gewaarborgd zijn. En uiteraard waardecreatie en zorgen dat het idee van het spel, hoe kan die onderhandelen, wat is een transferbalans. Dat zijn eigenlijk allemaal zaken die je meepakt en op die manier kom je tot een grote lijst. Ja, van daaruit ga je de gesprekken aan en daar ga je voelen, past dat in je directieteam? Zijn dat de kwaliteiten die we zoeken? Natuurlijk, iedereen heeft goede kwaliteiten, wat minder kwaliteiten. En hoe kan je dat als team zijn? Dan kan je zorgen dat dat gewoon een goed functionerend geheel wordt. Waarom kwam je dan uiteindelijk in de zoektocht uit bij Sven Mislintat? Ja, en ik zeg, uiteindelijk kom je tot een lijst en dan heb je 5. Nou, dan ga je de gesprekken aan. Dan vliegen naar het buitenland. Heb je gesprekken in Nederland. Je probeert dat zo goed mogelijk onder radar te houden. Je hebt natuurlijk je eigen netwerk waar je ook wat mensen over spreekt. Maurits Hendricks is ook bij betrokken bij de gesprekken. Uiteraard de RVC. En op die manier kom je tot een select groepje. Ja, vandaar dat probeer je de deal rond te maken met de kandidaat die je graag wil hebben bij Ajax. Als je dan echt wat meer op Sven Mislintat inzoomt, wat voor type man is het en hoe waren die gesprekken tussen jullie? Ja, heel goed. Het is een open kerel. De gesprekken die we gehad hebben in Nederland en verschillende plekken was goed. Maar goed, het allerbelangrijkste is het voetbalgesprek wat je hebt met elkaar. Hoe denk je over voetbal? Hoe denk je over jonge spelers, het invullen daarvan? Het scouting gebeuren, het netwerk wat iemand heeft. En op die manier hebben we eigenlijk de gesprekken tot een goed einde kunnen brengen. Ja, hij zal een drukke transferzomer tegemoet gaan. Wat is jouw rol daarin? Nou goed, algemeen directeur. Ik heb al eerder gezegd inderdaad, ik wil geen sportief directeur zijn. En ik las toevallig een column van Freek Jansen, waar ik een aantal jaar geleden uitlegde hoe ik zelf vond eigenlijk dat ik presteerde. Op welke manier ik het liefste leiding wilde geven inderdaad. Dat was namelijk zorgen dat je een coach bent voor de commercieel directeur, de financiële directeur. Maurits Hendricks erbij gekomen en sportief directeur. En de afgelopen jaar is dat met Gerrit en Klaas-Jan ingevuld en zelf ook wat meer bij betrokken. Maar het is niet dat ik alle scoutingrapporten lees, dat ik naar wedstrijden toe ga. Natuurlijk zie je een speler, dan drop je de naam uiteraard, drop je de naam zeker. Maar natuurlijk uiteraard de technisch kader, dus met Sven, die inderdaad met de scoutingafdeling het meeste werk zal moeten gaan doen. Om te zorgen dat de spelers die we bij Ajax nodig hebben om de successen weer te kunnen komen brengen, om die binnen te gaan halen. Ja. Wat betekent de aanstelling van Mislintat voor de functie van Klaas-Jan? Nou, Klaas-Jan blijft technisch manager. Dus zijn verantwoordelijkheden zullen meer bij Jong Ajax en bij de onderachter liggen, de contracten daarvan. En ondersteunend richting Sven, dus ook rapporterend aan hem. En het is gewoon heel belangrijk voor Klaas-Jan om zichzelf door te ontwikkelen. Voor onszelf als zijnde dat je Ajax DNA in je technische organisatie hebt. En we kijken naar uit inderdaad om dat te gaan laten werken. Voor jou nu fijn dat er duidelijkheid is en dat jij weer vol de focus op Ajax kunt houden, denk ik. Ja, ik denk niet alleen fijn voor mij, ik denk fijn voor iedereen. En ik moet zeggen, sinds de gesprekken gestart zijn met hem, is hij Ajax extreem gaan volgen. En ben ik inderdaad ook al onder indruk inderdaad, hoe hij het elftal heeft bekeken. Zijn opmerkingen erover. Dus op dat moment, dus hij komt niet out of the blue, komt hij hierin. En dat is wel heel fijn om dat te zien en te weten. Dat de kwaliteit, impuls die de organisatie dan gaat krijgen. Dat we daarmee goede stappen gaan maken om inderdaad te zorgen dat deze zomer en inderdaad de komende seizoenen de posities op een dermate manier ingevuld worden. Dat inderdaad het kampioenschap op de plek waar we heen willen. Europees ook aanhaken en presteren, dat gewaarborgd moet blijven. Daarnaast ook het nieuws van Jan van Halst. Hoe is die zoektocht verlopen? Ja, die ligt natuurlijk iets meer bij de RVC ligt dat natuurlijk, omdat het echt een functie is als raad van commissarissen. Ja, je hebt natuurlijk inderdaad Ajax-spelers die heel veel wedstrijden voor Ajax gespeeld hebben. Maar je moet ook kijken naar wat zijn de kwaliteiten, wat is er nodig, is iemand beschikbaar? En op die manier zijn we bij Jan uitgekomen, waar ik
een aantal weken geleden ook een goed gesprek mee heb gehad. Is iemand die natuurlijk al wat langer ken als voetballer tegenspeelt, maar ook aan de talkshowtafels, die is een bekend gezicht. Heeft een mening, heeft een kijk op voetbal, durft een zegje te doen. Maar daarnaast niet alleen het voetbal, hij is ook commercieel directeur geweest. Algemeen denk ik ook bij Twente. Utrecht heeft hij een aantal zaken gedaan, hij heeft eigen bedrijf. Dus hij kan vele facetten, kan hij denk ik meedenken. Maar met name het voetbaltechnische met de technisch directeur uiteraard en de trainer. En binnenkort lekker de bekerfinale. Daar kijk je ook naar uit, neem ik aan. Ja, maar dat zijn mooie dingen. Dat heb je als speler, dat was gaaf. Dan kun je erg naartoe kijken. Ik denk voor de spelers, voor de staf, voor Sean is dat een fantastisch moment om daar naartoe te leven met je familie. En daarnaast voor de fans, 17.500 mogen erbij zijn. Dus ja, de drukte voor kaartjes is enorm. En dat zou een mooie opsteker zijn om inderdaad die beker te kunnen pakken in Rotterdam.